Hier zijn we slipslangen aan het uitrollen. En ze gaan water hierop brengen met een sleepslangcombinatie. En het beregenen hier richting Noordbroek. Nou, je kan wel zien hoe wild dat het waait, want aan de ene kant komt bijna niks terecht. Zo hard waait het. Hij had hem beter andersom op kunnen rollen of zo. Oh, daar zit de pomp. Twee trekkers hier in het land. Ik snap dat niet, omdat er twee trekkers in het land staan. Man. Zet die berekeningaspel toch tegen de kant aan en dan ga je toch pomp. En verderop staat ook nog weer een pomp. Zeg maar aan deze kant van de sloot en helemaal aan de andere kant. Die pomp bij deze sloot weer vol. Zuidbroek en we staan nu bij de sleepslangpomp. Ze zijn hier water aan het verpompen, hè? Ja. En aan de andere kant zijn ze aan het beregenen. Dus hier staat een pomp van Bredo en die pompt water van de ene sloot naar de andere. Zo. Kijk joh. Twee slangen, ja. Ja, joh. Kees ervoor. Gaat hartstikke mooi. Heb de camera gedraaid ondertussen. Pompje. Maar niet voor deze. Een nieuwe sleepslangpomp. Van deze boer zelf. Van Schouten. Compressor de bouwen op een karretje. Dit is een veehouderij zelf. Die veehouderij zit in Noordbroek in Groningen. Ja. Ik
dikke sloot. Je ziet dat hier nog voldoende water in de sloot zit. Maar dat zal nu wel snel afgelopen zijn. Er gaat er mooi rustig aan over. Er zit wat plekken hier waar het een beetje droog is. En dan gaan ze nu een beetje bevochtigen. 27 gram zeebakje erin. Gaan ze met elkaar praten. Ik hoor wel wat verbranden, moet ik zeggen. Maar goed, hij draait nou op volledige capaciteit, hè? Nou, daar zijn we bij de pomp, bij de sleepslang aangekomen, bij de sproeier. Je ziet dat deze wat kleiner is, dit is een 8 meter brede sleepslang bemester. Dit is dus een kleinere versie dan de grote. 12 meter brede geloof ik. Weet ik niet zeker, moet ik hem opzoeken. Maar. Zo, daar staat de pomp. Wat sleepslang en een transportslang eraan. Twee verschillende aspels ervoor, één voor transportslang en één voor sleepslang. Ik moet zeggen, hij heeft er niet zo heel veel sleepslang bij, want hij heeft nog wat transportslang over, dus hij kan nog wat verder. Maar deze zal hij niet helemaal nodig hebben. Ik weet niet wat hij er allemaal nog bij heeft, maar hij heeft niet zo heel veel erop zitten, moet ik zeggen. Maar goed, dat heeft hij ook niet nodig hier. Tot de volgende keer, we moeten even weer anders opzoeken, hè? We gaan nu weer verder kijken. Dus, mooi!